Yo mensen van Crafted Games, nou vandaag zijn we hier weer met een nieuwe Minecraft tutorial. Dit keer is het hoe je Rise Minimap installeert. Dus je gaat naar AppData%, maar je gaat eerst natuurlijk downloaden. Eerst download je Optifine, want Optifine heb je er ook voor nodig. We downloaden de Ultra, want die heb ik meestal. Want dit heb ik al van de vorige ding, dus ik heb hem al gedownload. Ondertussen download ik ook Rise Minimap. Beide links zal ik in de beschrijving zetten. Nee. Sorry, dat is niet zo mooi, maar ik download nu ook Rise Minimap erbij. Hoppa. Dus dan open ik dat even. Open. Deze moet ik ook laten staan. Weer geef ik de map. Oh. Oké. Even naar mijn andere beeldscherm. Rise Minimap. En dan moet ik kijken waar heb ik Optifine. Hier heb ik Optifine. Zo. Dan ga je naar .minecraft om te zoeken. Bin. En dan. Je hebt WinRAR nodig ondertussen, dus. WinRAR 4. Je moet het openen met WinRAR. Je verwijdert meta-inf. Opent Optifine. Sleept Optifine erin. Als je dat gedaan hebt, start je Minecraft. Als je meteen Rise Minimap erachterin doet, werkt het meestal niet, dus dat doe ik niet. En dan kijk je, Optifine is geïnstalleerd. Ga je weer naar die folder, WinRAR archieven. Ondertussen open je nu ook Rise Minimap, Rise Minimap of hoe het ook is. En dan sleep je die ook naar binnen. Dan open je weer Minecraft, klik je op login. En dan is die geladen. Ga ik even in single player. Laat ik zien. Tot het werkt. En nu heb ik hier een map. En dat kan je ook nog anders instellen. Bijvoorbeeld. Ik heb mijn Rise Minimap meestal zo staan. Want op een rondje is het meestal mooi, vind ik. Maar je kan het ook zeg maar op andere plekken inzetten. Dus dan kan je hiermee klooien. Je kan ook mee inzoomen. Maar in ieder geval. Dit is een tutorial hoe je Rise Minimap installeert. En het is heel kort gedaan. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende keer weer met een nieuwe tutorial. Tot de volgende keer. Doei.